Wel. Nou, het is allereerst mooi om te zien dat er zoveel mensen zijn. En we zijn trots op verenigingen zoals deze hier, de Kringloop Slingeland, die zulke mooie evenementen organiseert. En zelfs de Nederlands kampioenschappen. En daar mag ik als wethouder van de gemeente ontzettend trots op zijn. Een vereniging die dit soort dingen doet, is voor mij als wethouder ontzettend waardevol. En voor een gemeente doet het hem ook absoluut. En het mooie dorp Gaanderen. Ik hoop dat jullie mooie 2 dagen gehad hebben. Jullie hebben gisteren wat minder weer gehad, maar vandaag was het perfect. Te warm is het ook natuurlijk niet fijn. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jullie het ervaren hebben eigenlijk. Maar ik verwacht dat het wel goede dagen zijn geweest. Ja? Iedereen tevreden geweest dan? Ja? Nou, heel mooi. Ik ga zeker nog een keertje, als jullie aan het trainen zijn, langskomen. Want ik wil het nog wel een keertje zien. Helaas was mijn weekend ook vrij vol. Anders was ik zeker nog langskomen. Maar ik ga echt zeker een keertje komen bij jullie. En als jullie weten wanneer een leuke avond is om te kijken, nodig me uit. Kom ik een keertje kijken. Maar trots op jullie dat jullie hier zijn. En mooi dat we dit hier hebben kunnen organiseren. Als u dan. Oké, dan wil ik nog eventjes graag. De firma Potts is volle bak inladen, maar ik wil Karel toch nog even op het terrein hebben. Die staat er nog niet bij. Karel, even ophouden met inpakken. Even op het terrein graag. En ook al onze sponsoren, er hangt een mooi. Ja, jullie hebben het allemaal kunnen zien vandaag. Een mooi spandoek ergens van degene die de WK-ploeg sponsoren. Want je weet, als je met een ploeg een week naar het buitenland moet, dat giga veel geld kost. Als je eventjes bij de technische mensen wil gaan staan, Karel, dan. Ken dat? Oké. Dat kost veel geld en we zijn altijd blij dat we mensen kunnen vinden die ook die ploeg willen ondersteunen. Financieel, zodat we met deze mensen ook een goed kampioenschap kunnen gaan voorbereiden en kunnen gaan doen. Nou, voor wat betreft het WK wil ik toch eventjes Ron Cornelis. Jullie hebben hem straks al gezien als onze voorzitter. Hij komt net aanlopen, maar Ron is ook de coach van het WK-team. En daar zijn we heel blij mee. Daar gaat meer werk in zitten dan de meeste mensen denken aan voorbereiding. Hondenspotters zijn soms heel aardig en heel lief. En soms ook wel eens iets minder aardig en lief. En daar gaan we met z'n allen gewoon fijn mee om ervoor te zorgen dat er een goed WK-team en een goede sfeer in het WK is. Hartelijk dank daarvoor. En dan gaan we nu toch verder met de plaatsen. En dan wil ik als 10e plaats opnoemen Rob van der Parre. Met Desperado van het Eldense Veld, met de Mechelaar, met 260 punten. Rob, wil jij naar voren komen? Ah ja. Dan hebben we. De volgende plaats, de 9e plaats, is Marielle van de Kooi met Perro van het Haagse Bloed. Ook een Mechelaar met 263 punten. En daar is eventjes bij te vermelden dat we een hele puzzel hebben gehad. Want in het reglement is opgenomen dat bij een gelijk aantal punten eerst afdeling C wordt gekeken. En als ook dat gelijk is, dan wordt de afdeling B gekeken. Daarna is het ex aequo. Dat hadden we gelukkig niet nodig. Maar de afdeling B hadden we wel nodig om de eindrangschikking te kunnen bepalen. De volgende die we naar voren roepen. Is Ralf Zweebroek met Dax van de Stuyvesant, zijn Duitse herder. Met 263 punten. Dit is wel een extra compliment, want deze hond heeft vorig jaar met zijn eigen geleider ook op de NK gestaan. En Ralf heeft de hond als leenhond toch maar gebracht op een NK en heeft toch hier even leuke punten neergezet. Voor de volgende hond. Yvonne Vis met Attack van de Raggles Place, ook een Mechelaar, met 264 punten. Ja, daar mag je trots op zijn. Dan hebben we op de 6e plaats. Ons commissielid met de Duitse herder Jan Wernissen met Impse Drifts Genna met 268 punten, net 2 puntjes te weinig. Om als reserve mee te kunnen naar Slovenië. Maar Jan gaat zonder dat hij reserve is ook mee naar Slovenië, dus gezellig wordt dat sowieso.
Oké, dan gaan we naar de plekken die nog belangrijker zijn. Want afviel, kon hij toch mee naar Slovenië, heeft daar ook goed gepresteerd, prima gepresteerd. Bij Sjakik met Luca van Dippisau, de Duitse herder, met 273 punten, Nederlands kampioen 2023. De prijzen voor de beste A, B en C die sluiten wij er zo dadelijk bij aan. Wij mogen nu verzoeken om de nummers 2 en 3 ook op het podium te laten plaatsnemen. Ja. Oké, dan hebben we nu het podium compleet. En dan verzoek ik nu iedereen eventjes stilte in acht te houden en eventueel als u een muts of pet draagt die af te zetten, want dat is voor het spelen van het Wilhelmus. Dank u wel allemaal. Dan wil ik graag de fotografen die er nog willen even de gelegenheid geven om hun plaatjes te schieten. Laat hem even zitten, Jan. Jan, laat hem even zitten.